broer, maar ik geef het restaurant echt een 10. Zo lekker, vanille en lavendel. Het is denk ik echt een beetje zo'n kindermasker. Best wel elastisch. Is het leuk of niet? Het is echt wel lekker, hè? Voor één keer. De ziekste verhalen. Zit dit echt leuk? Oh my god, dit staat zo mooi. Berlijn is een fantastische stad. Goedemorgen jongens. Het is al 10 uur. Ik voel me een beetje brak. Want we konden niet slapen, dus ik lag sowieso tot na 1 uur wakker. Toen hebben we allebei de deken eruit gehaald. Toen was het wat minder heet, maar door de airco ben ik een beetje brak. Je hoort het ook aan mijn stem. Jeetje. En ik heb last van mijn buik, want 2 keer cocktail en vet eten. Dus ik ga zo koffie halen bij Starbucks en dan hoop ik dat ik iets fitter voel. Ja, het is wel beter. Dat is wel een beetje jammer op de eerste dag. Al verrot voelen. We gaan nu koffie halen en een broodje en dan gaan we naar het Joods Historisch Museum. Zo vet eten was het niet hoor. Nee, ja, die gefrituurde dingen. Ik denk dat ik daar niet goed op ga. Ik eet gewoon echt zo extreem gezond thuis op het moment. Ze hebben hier trouwens dus overal op het station van die broodjeszakken. We hebben net een broodje gehaald ergens anders. Echt voor 2 euro en zo heb je broodjes. Gesmeerde broodjes met caprese, zo vet gekookt. Ik heb weer een cappuccino met 1 pompje pumpkin spice gratis gekregen. En een broodje gehad. En we gaan nu naar de U6 naar Alt-Mariendorf. Richting Alt-Mariendorf. Komt over 2 minuten. En dan gaan we naar Checkpoint Charlie, die halte. Daar even kijken. En dan naar het Joods Historisch Museum. Is het wel Joods Historisch Museum? Of is dat in Nederland? Joods Museum, ik weet niet. Alnatura. Bio. Back nog wat. Ja. Niet normaal hoe lekker dit broodje. We zijn nu bij Checkpoint Charlie, maar dit is echt van... Je moet het zien, maar het slaat... Ja, de gedachte erachter is wel interessant, maar... Het enige wat mensen doen is hier kijken en een foto maken. Dat heb ik ook maar gedaan. En je hebt hier natuurlijk wel het museum en... Maar dit is... Het is de grensovergang van oost naar west. Nagedaan. Hier mocht je er doorheen. Ja. Dus, hè? Of niet? Niet. Nee, niet dus. Maar we gaan dus niet naar het museum. Oh nee, maar papa, hier is ook nog heel veel, hè? Hier, Checkpoint Charlie, Backbox, daar en zo. Maar echt, als je echt gewoon heel stom bent, dan ga je gewoon puur en alleen hier foto maken. Het is wel vet hier, want het is gewoon in de open buitenlucht, zeg maar. Kijk, hier is Charlottenstraat. Ja, leuk, hè? Mooi hoor, ook hier. Maar waarom Charlie? Zo. Ik vind het heel duidelijk. Dit werd West, dit werd Oost. Maar dan had je in West had je dus het Franse gedeelte, het Engelse gedeelte, Britse en het Amerikaanse gedeelte. En dit, Oost, was allemaal van de Sovjet. Ja. Ik vind het wel goed, want het is heel erg lekker in de open buitenlucht. En het is heel erg toegankelijk voor iedereen, zeg maar. Tot 1 uur is er een zonnetje, dus we zijn op weg naar het museum. Maar we zijn, laten we even hier stoppen. Wat? Nee, ik heb net koffie op. Bij Wilhelm. Komt je met mee? Gewoon heel simpel. Ik wil een prikwater en papa wil warme chocola. Tot hier. Maar door die hoge gebouwen zie je de zon niet. En hier valt hij perfect over het gebouw heen. Oude Chancer. Hij staat chance zodat hij een paarsjes koffie krijgt. Ik heb lekker dit. Zo mooi. We zijn net bij het museum geweest, maar het gedeelte wat wij heel graag wilden zien was dus in renovering. Dus juist het gedeelte over vroeger, de heftige beelden. We hebben alleen maar dingen van nu gezien, 2010 en zo. Kunstenaars, hele mooie shots uit Israël. Allemaal een beetje modern. Wel wat over wij dus weer niet hadden gezien is dat er een bord stond, ja, heel groot. Maar dat viel niet op. Dat zo was, hè? Het was gewoon het normale bord en er stond daar gewoon in letters van nu gesloten. We zijn er in alle ruimtes geweest, hele indrukwekkende ruimtes. Ik was er al geweest, ook met Olivier, met je broer, maar nu samen ook, heel mooi. En Liebeskind is de architect, een bekende architect, die heeft een gedeelte van het museum gemaakt. Het staat op mijn Instagram, ik mocht niet filmen, maar daar loop je over al die mensen heen, zeg maar. Ja. Dat was wel een beetje balen hoor, want dat wilden wij heel goed zien. En nu zijn we hier op Alexanderplatz. Nou ja, we zijn 1 halte eerder uitgestapt, maar daar zagen we al van alles. Dus we gaan even hier, nu gaan we winkelen. Ik heb passie in de H&M en ik heb 21 dingen, dus dat was super geïrriteerd. Dus als ik alles helemaal perfect terughang, dan mocht het. Ik twijfel over deze.
Hier is die goed, maar net een beetje, ja, het is al 40, maar net een beetje groot. Heel leuk. We hebben echt lang gewinkeld. Winkel bij H&M en Zara, echt heel erg veel. En ik was bij Coffee Fellows aan het vloggen. En de cappuccino met 2 shots. En waar zitten we? Coffee Fellows. Hè? Wat zeg ik? Hoe heet het? Coffee Fellows. Die heb je ook in Hilversum, maar ik ben er nooit geweest. Maar de cappuccino is echt heel lekker. We hebben ook broodje. Lekker. Heel maar lekker. Oké, we hebben nu... wilden we naar de All Saints bij Friedrichstraße. En dan moesten we de S nemen, we hadden geen idee wat het was. De M is dus de tram. De U is de metro. Wat was de bus? Geen idee hoe de bus heet. Maar de soort van trein, metro, bovengrondse metro, treinachtig iets, is de S. Maar dan zoek je dus de S9 en dan staat er rond 3-4. Dus je hebt geen idee waar je naartoe moet, dus we moesten het vragen. Maar je ziet hier zo op de achtergrond. Het is echt heel druk en alles. Maar goed, we hebben weer een ander vervoersmiddel. €160. Kijk, het is echt super leuk. Geweldig. Nu 96 en dan gaat er 20% af. Echt idioot hier. Echt super leuk. Dit is bij All Saints, daar wilde ik wel bij heen. Dat is toch te kort. Maar als het €20 was, had ik hem al meegenomen. Heel leuk. Deze is snel klaargemaakt. Heel mooi wordt het niet hoor.
Een nieuw jurkje aan van de Zara. Heel simpel. 20 euro geloof ik. Prima lengte. Slipper panty. Maar dit is de look. Jas eroverheen. Ready. We zijn nu bij station Gleisdreieck met de U6. Maar hier is de overstap naar de U3 gewoon één trap omhoog. Hoef je dus niet 10 minuten te lopen. Dus dat is heel chill. We moeten nu naar U3 naar Warschauerstrasse. En ik weet niet waar we eruit moeten. Maar dat is dus niet altijd zo dat je ver moet lopen. Dan weten jullie dat. Umami en we konden hier dus niet reserveren. Oh, hier zie je al dingen. Dus het is echt zo'n grappig in de buurt. Echt dat je denkt, zit hier iets geweldigs, maar blijkbaar wel. Dit neem ik altijd zo. Wat is dit? Mango. Met wat? Met mango met kokosmelk. Oh, de gerechten zijn heel goedkoop. Het is dus echt super druk. Hier hebben we de dumplings met garnalen en van alles. Ik weet even niet wat het is, maar ik wil het nu echt eten. En dit is zo lekker van die rice paper rolls met garnalen ook. Echt heerlijk en best wel gezonde opties. Yummy. Lekker. Heb je ook wat eten nog? Heb je nog wat voor mij over? Hoezo niet? Oh, het is stukjes gesneden. Superlekker. Ongelooflijk lekker. Ja, deze wilde ik niet omdat hij gefrituurd is. Oh, snap ik. Neem jij die maar lekker. Wow, ik heb gewoon een hamburger. Wauw, oh my god. Dit is de... Ik heb nummer 28. Papa heeft nummer 27. Maar zien jullie dat het echt niet duur is? Dit is 9 euro wat ik heb. Zo mooi. Jij hebt echt een vet gezonde optie, wat? Oh, is heel lekker. Oh my god. Nou jongens, het is een beetje slecht licht, maar... Ik ga leuk om even te kijken wat er is inderdaad. Ja, we kunnen hier lopen. Ik heb het net al op Instagram gezegd, sorry als je het hebt gelezen. Maar ik zei, ik geef dit restaurant echt een 10 qua hoe lekker ik het eten vond. Ik vond het echt fantastisch. Prijs-kwaliteit ook een 10, want super betaalbaar. Zoals papa had dan een hoofdgerecht van 12 euro. Mijne was 8. En die spring rolls en zo, 3,90 euro. Echt super chill. Je had ook wat tonijn voor 18. Maar ook hele bakken noedels voor 8 of 6. Of dat dan ook echt fantastisch en heel erg lekker. Terwijl bij ons betaal je bij zo'n walk-to-walk dat al. En dat is helemaal niet zo lekker. Het enige nadeel was, je moet lang wachten. Wij wilden reserveren, maar dat kon al niet meer. Er waren al te veel reserveringen, dus dan moet je lang wachten. Comfort van de stoelen is niet top. Je krijgt wel echt last van je rug. En de muziek stond bij ons heel hard en het was heet waar wij zaten. Gewoon heel druk. Maar het eten kwam snel en het was super. Dus hier moet je echt, echt naartoe gaan. Ik zou hier echt voor terug gaan. Ik vond het echt goddelijk. En ik had echt nog veel meer willen bestellen. Ik heb er heel veel leuke beelden op Instagram geplaatst. Kleine surbeeldjes van de omgeving. En ik was in de sportschool. Heb ik ook daar trouwens gefilmd. En het zwembad. Het zwembad ging net dicht, maar ze hebben een heel chill zwembad en een echt ziek goede sportschool. Maar ja, we lopen hier al zoveel. Maar ik ga morgenavond wel even in het zwembad. En nu ga ik nog even in bad. Want het is 10 uur in bad, dan wil ik nog wel slapen, maar ik kan niet nu meteen slapen. Dus ik ga weer even in bad. En ik heb deze bij de M gekocht. Zo lekker, vanille en lavendel. Die ga ik erin doen. Ja, ik wilde eigenlijk ook deze, omdat ik benieuwd was of die lekker is. Want dan kan ik er meer halen, maar het is een beetje dubbel op, denk ik. Ik doe denk ik gewoon die. En ik ga er even een maskertje uit doen. Ik hoop dat het echt gaat schuimen. Oh, hoeveel zou ik erin moeten doen?
lekker veel. Chill vond ik het. En deze heeft ook niet zo'n grote verpakking. Het valt mee hoe groot in totaal voor mijn koffer, zeg maar. Ik heb al best wel kleine producten gekocht. En dit masker ga ik straks nog doen. Omdat ik ben gewoon heel benieuwd of het fijn is. Dan kan ik er meer halen. Dit is een masker die je in de nacht op moet laten zitten. Nou, klinkt echt als dat van Glam Glow. Dus ik ben benieuwd. En nu, ik heb hier drie snoepjes. Ga ik deze testen. Of dit echt zo'n girly onzin masker is of echt geweldig. Ik ga even mijn gezicht reinigen en dan die opdoen. Oké, review. Het is denk ik echt een beetje zo'n kindermasker. Maar het is niet zoals die black maskers van Big Bazaar. Dat het echt pijn doet aan mijn huid. Alsof er alleen maar alcohol in zit. Wat ik ook wel goed vind is dat het precies genoeg is voor je gezicht. Ik heb het niet hier gedaan, want die uitslag... Ik wil dit niet aandoen op mijn uitslag. Maar vaak zit er te veel in. Ik had nu iets van, oh, er had nog net iets meer in genoeg. Want ik kan niet echt een dikke laag doen. En het was nog leuker als het nog iets rossiger was, zeg maar. Want nu zie je vooral glitter en niet heel veel roze. Maar ik zal straks even laten zien of het er makkelijk afgaat. Maar of het gaat zo slecht. Dus ik weet niet of ik er wat bij kan zeggen. Goed. Wat ik in was, het wordt niet helemaal hard. Hij wordt zo'n beetje vochtig. Auw. Oh, dit werkt echt niet. Ja, het gaat dus niet lukken. Ik ga het er niet afkrijgen. Oh nee. Kijk, zodra het in aanraking komt met water, is het gewoon... Ik ga het er echt af moeten spoelen, maar dat is vet lastig met zo'n masker. Hij voelt in ieder geval best wel elastisch. Dus volgens mij is hij best wel prima erom te krijgen als je niet in bad zit. Het is een beetje raar dat ik hiermee moet gaan slapen. En ik heb nu nog een dunne laag aangebracht. Het is echt nog vet veel in het zakje. Het is toch raar. Dit een masker is. Wat erg. Dit een masker is. Het is toch raar. Zo'n dikke gouden crème. We shall see. Is het lekker? Ik heb echt weer niet geslapen. Dus papa ging om 10 voor achteruit. Ik zeg, ga jij maar vast iets doen. Ik wil nog even slapen. Heb ik een uurtje geslapen terwijl hij in de badkamer was. En je ziet het ook. Echt jammer. Toen heb ik een uurtje geslapen toen hij in de badkamer was. En toen dacht ik, ga maar even zwemmen. Want ik kan dus ook niet naar de wc als ik in een ander land ben heel vaak. Dat is zo balen. Heb ik nu dus ook. Ik heb even gezongen en nu is het 10 uur. Dus nu ga ik lekker douchen aankleden. En dan ga ik ergens vragen waar papa is. En dan ga ik daar naartoe. Oké. Dus ik ben nog steeds moe, maar ik had het echt even nodig. Om het een beetje rustiger aan te doen. We gaan nu aan de overkant bij Anisha in een café eventjes koffie halen. Het zit hier toch echt tegenover. En nog even een laagje mascara erop gooien. Maar ik zie er nu zeg maar gewoon heel moe uit. Maar ik voel me nu echt al zoveel minder moe. Puur doordat ik eventjes heb kunnen chillen. Dus dat is fijn. En papa die app sms nu denk ik net waar die is. En dan ga ik... Hij zei kom je halen, maar er staat nergens op. Dus dan ga ik even uitzoeken hoe ik naar hem toe kom. En het is al 11 uur. Ja, ik vind 11 uur dus echt niet laat. Ik vind dat echt helemaal prima. Dus, en ik ga even geen broodje halen voor het ontbijt. En ik voel me echt... Een pafzak door al het eten. Wow, hier is het ook mooi. Kijk. Dan ga ik hier koffie halen. Chill, ik moet de metro voor de deur hebben. En ik heb koffie. Het is trouwens net zo duur als Starbucks. Het is 3,70. Starbucks is 3,99. Wel net zo lekker, maar ja, het is niet echt goedkoper. Ik moet eruit bij Solo in the Garden of zo. En dan is het 2 minuten lopen. We gaan naar Bikini. Volgens mij is het eten en weer winkeltjes en zo. Het schijnt heel leuk te zijn dus. Je moet echt wakker worden. Erg, hè? Ik ken ook echt niemand die zoveel problemen heeft als ik met stedentripjes, met slapen en ik naar de wc kunnen. Ik voel me echt zo'n aansteller, maar ik kan er gewoon niks aan doen. Oké, ik ben er. Het is hier. Ook zei iets van, man bleef me gewoon aankijken. Food hall of zo. Er is iets deze week. We doen dus niet heel veel culturele dingen, maar we hebben allebei al best wel vaak... Ik heb met school toen al heel veel gezien. En papa die heeft ook al veel gezien. Die is hier al aan het werk geweest en met Olivier en zo. Maar ik wilde eigenlijk zo graag naar Sachsenhausen. Alleen dat is 1,5 uur reizen met OV. Ik vind dat indrukwekkend, maar ja, ik ben er al geweest, dus we gaan daar dus niet heen. En morgen gaan we naar de muur.
Oh, you want to do something? You know, right? Yeah, yes. I know, now I'm feeling the pressure. Okay. To stay? A sort of chai tea of matcha tea, but then charcoal tea. Cool? Mooi. And how's cool? Mooi. Thank you. Cool? Oh, yeah. Oké, ik ga het proberen. Ja, het is echt niet zoet. Het smaakt eigenlijk naar thee met melk. Je proeft een beetje de houtskool. Maar je voelt de houtskool, maar je proeft hem niet. Hier kan je waarschijnlijk niet proeven. Oh, would you like to give it a try? Oh, yeah. So, this is a patty we put inside a rice kebab. Like this. This is the rice kebab. Uh-huh. So, we get two flavors. Now, I'm going to let you try the sesame flavor with the patty inside. Whoa. Here you go. Thank you. And our food is 100% vegan and gluten-free. Okay. You can take a picture of this. Oh, this is so nice. Right? Yeah. It's everything we made by ourselves in local kitchen. Wow. So, I can tell it's very 100% yeah. plant-based. Wow. And you also can have a little bit of kimchi. It's not spicy. Oh, kimchi. Yeah. But it's Taiwanese kimchi. Oh, so nice. It's more sweeter than the Korean one. Oh. We hebben dit, papa heeft dit voor ons gekocht. Ik weet dus alleen niet wat het is. Ik snap er niks van. Volgens mij is het iets vegans. Het soort van sesamsaus. Ze noemen het een soort van kebab, maar het is eigenlijk bijna een soort van sushi. Zo, lekker joh. We gaan het even hier opeten. Bij de gevlogd jongens, maar we zijn eigenlijk alleen maar aan het lopen door een beetje... We krijgen een beetje een Parijs gevoel met waar we nu zijn. Een beetje romantische, wel druk, maar wel rustig gebeurd. En we zijn in mijn favoriete plek. We hebben 100 gram kastanjes voor 3 euro gehaald. Prins Lauwerberg. Oh ja, Prins Lauwerberg zijn we nu. En er is een markt. Dus dat is heel erg leuk. Superleuk. En ik heb niet zoveel gefilmd, want we zijn gewoon lekker een beetje aan het lopen. En het is heerlijk weer. Zo, we lachen nog allemaal hier in lekkere kastanjes. Het is wat meer alsof je in Amsterdam-West bent of zo? Ja, zoiets, ja. Iets van gisteren was meer zeg maar een beetje centrum. Ik weet niet precies of het West is, ik ben er niet zo goed in, maar toch een beetje een ander gevoel hier. Ook heel mooi met de herfst natuurlijk en die bomen, die bladeren. Hele mooie hoge gebouwen. Prachtig. Berlijn is wel echt heel veelzijdig hoor. Is het leuk of niet? Mijn houding? Ja hoor. We maken nu een foto. Heel nep, maar ik vind het zo tof hier. Ja, ik vind het heel mooi, maar nu komt er geen tram. Net kwam er een tram. Ik had dus dit blouseje meegenomen voor de zekerheid. En ik ben heel blij, want we hebben dus... Oh, paardenwagen. We hebben dus de Hilton Charlottestraatse foto gemaakt die ik heel graag wilde maken. Met die blouseje echt 1 minuut en het was al een goed shot, dus daar ben ik heel blij om. Ik had niet verwacht, want aan het einde van de dag kan je meestal zie je er niet echt meer uit, maar gewoon met deze bril en deze blouse. Het is echt wel zo'n heftige blouse, maar hij is zo fantastisch op de foto. En de Charlottestraatse, stipje, blouse, hartjesbril, echt zo blij mee. Dus ik heb nu echt 2 geweldige foto's. I'm happy, want we hebben echt heel weinig tijd om foto's besteed verder, dus... Dat is top. Nu gaan we even naar het hotel. Het is nu 5 uur of zo. Even een half uurtje chillen, omkleden en dan gaan we naar Baraka, een Marokkaans restaurant. Nou, accepteer. 46 foto's. Je doet niks. Ja, hij is bezig. Shoplog. Deze hadden we gekregen. Deze had papa gekocht voor ons. Dat is 1 euro. Accepteer. Had ik al gedaan. Mobiel opladen is helemaal leeg. Even een half uur chillen. Even schoenen uit, broek uit, want we lopen zo ontiegelijk veel. Oh, nu zie je echt heel mooi die toren. Komt je aan of niet? Ja, waarschijnlijk wel. Uitzicht is niet zo mooi verder, maar dat is wel heel mooi. Ik ben heel blij met dit busje.
ook al zou ik hem niet heel veel dragen, dan alsnog is hij het waard. Want het is ook heel leuk voor video's. En je kunt er zelfs in slapen. Echt geweldig. We zitten dus bij Barok. We waren er om 6:02 en we hebben pas om 7:00 gereserveerd. Dus we konden niet eerder terecht. Dus zijn we gewoon lekker hier gaan zitten. En ik heb ondertussen even lekker wat foto's kunnen bekijken en bewerken. Want daar heb ik echt geen tijd voor gehad nog. En dit is bij... ik hoef niet nog meer zeven. Oh. Het is bij die onderste halte, Görlitzer, bla bla bla. En dan was het echt 3 minuten lopen. We vonden het wel een beetje hetzelfde wat ik met Ruben in Parijs had. Qua onveilig gevoel hadden we hier ook een beetje. We vonden de buurt het minste wat we hebben gezien. Maar dit is echt heel mooi. Typisch. Egyptisch. Marokkaans, toch? Het is Egyptisch. Oh, dat je Marokkaans zijn. Dacht ik, maar het is Egyptisch. Hier gaan we zo lekker eten. Je kunt je dus ook takeaway en zo doen. Het ziet er vet lekker uit allemaal. En wij hebben dus nu vast een hummus besteld voor hier. Omdat we dus 3 kwartier aan het wachten zijn. En we gaan dit nemen. Wat kostte dit nou? 4 euro toch? Dat is wel interessant. 4,50 hebben we dus een blad met hummus, die hopelijk heel lekker is. En een Libanese platbrood, denk ik. Kijk, hier zitten we. Echt heel mooi. Het is nu 19:30. Wel heel erg raar. En het is dus heel warm. We hadden gevraagd om te drinken en we hebben eten besteld en het ventilator aan was. En er is gewoon... Ze hebben ook een takeaway geweest. En dat is zo druk dat ze gewoon geen tijd hebben te bedienen. Niemand van de daar ook niet. En wij dus ook niet. Dus het is echt heel lang wachten. Dus ik ben blij dat we net al wat hummus hebben gegeten. Gewoon, ze hebben te weinig personeel. Maar het is hier wel echt ontzettend mooi. Is het eten, jongens. Het is vooral echt veel dip dingetjes. Echt een beetje borrelgevoel. Wat is dit? Oh, dit zijn olijven. Een soort van salade. Echt wel lekker, hè? Deze kip is heel lekker. Maar dat kan je in Nederland ook wel even krijgen. Zie je? Toch wel? Alles op. Deze bus helemaal nee. We gingen besloten om op de bus te gaan. En we zitten in een dubbeldekker. En dit is gewoon een normale bus. Oh, dat is zeker. We zitten nu in de M29. Ja, naar Roseneck. Dan gaan we daar bij Charlottestraatse 8 haltes of zo. Mijn review van het restaurant. Ik vond dit wel de minste. Ik heb er heel erg van genoten. Maar dit heb je ook wel in Nederland. Het was het minst bijzonder. En de minst aardige mensen. En het was wel heel goedkoop. Het was echt 32 euro. Dus, maar kijk, ik vind het echt heel tof dat we nu in een dubbeldekker zitten. Dat vind ik echt een extra dimensie geven nog. Als jij het wel leuk vindt. Ja, er zijn mensen die gaan echt op een tour hiervoor betalen, zeg maar. Dat vind ik wel cool. Ik vind dat we qua plek hotel echt net zo'n goede plek hebben als in New York bijvoorbeeld hadden. Gewoon een beetje hetzelfde idee. Waar we in New York zaten. Echt zo heel erg in het centrum. Niet midden dat je echt langs de drukke auto's. Het is heel rustig. Maar we zijn dus naar de DM geweest nog eventjes. Die was tot 9:30 open. Het is een, we hadden 40 minuten in de DM gelopen. Echt heerlijk. Super centraal. En we liepen plus langs Charlie's, hoe heet het? Checkpoint Charlie. En we hadden geen idee dat het zo dicht bij ons hotel was. Het is maar een kwartier lopen, terwijl we dus met de metro waren gegaan. Dus ik zeg had ik moeten weten, ik ben er al een keer geweest. Ik zeg al, volgende keer moeten we echt fietsen, pap. Want we hebben gewoon eigenlijk zo weinig besef van waar alles ligt. En dat is gewoon best wel zonde, want we liggen zo centraal. We pakken continu de metro, weet je. Dat is best wel zonde, maar het was ook wel leuk. Maar net met die bus hebben we ook al heel veel gezien. En nu dus lekker gelopen. Even nog naar die Rossmann geweest, naar de DM. Het is nu zaterdagavond, want zondag is alles dicht. Dus daarom is denk ik alles tot 9:30 open nu. Maar het geeft me echt een beetje dat New York gevoel. Ik weet dat ik het daar zo fantastisch vond. Dat je dan tot 1:00 s'nachts gewoon in de drogist kon en zo. Dit is dan iets minder, maar toch. Ja, in Nederland kan je ook vaak tot 9:00 nog naar de Kruidvat. Maar ik weet niet, het voelt toch anders hier met die grote gebouwen. En ik vind het helemaal fijn. Ik voel me wel op zich fijn hier. En zo verschillende buurten en
Ja, ik wil zeker nog een keer naar Berlijn. Het is echt, je kunt hier, wat papa ook zei, je kunt hier elk jaar wel naartoe. Kijk hoe mooi. En dit vind ik ook zo, hoe wij dat Hilton hier zo zitten met die taxis hier. Vind ik echt een beetje dat New York gevoel, echt waar. Nou ja, daar ga ik met kerst heen, dus ik ben benieuwd. Ik heb een oranje masker op. Oké, vond ik staan. Jongens, ik wilde dus mijn haar gaan wassen. Ik had echt geweldige shampoo gevonden van Balea. Echt voor 1,50 mega fles. Voor vette hoofdhuid en droge punten heb ik echt nog nooit in Nederland van gehoord. Maar dat is dus precies wat ik altijd heb. Is hier vet en hier vet droog. Vet en vet droog. Maar toen ging ik dus voor droog shampoo kijken. En toen vond ik dus dit. Ook voor 1,20 of zo. En dit is een droog shampoo mousse. Die heb ik net in mijn haar gedaan. En het is echt fantastisch. Het geeft ook een klein beetje volume wat droog shampoo doet. Maar het laat dus geen poeder of iets achter. En ja, geweldig. Ons eten stinkt heel erg. Ons haar stinkt heel erg naar het eten. Maar ik heb echt geen zin om het te wassen. Dat is veel te veel gedoe. Nu gaan we onze koffers maar eens inpakken. Dit is echt een ramp. Oh ja, en... Wauw, mijn vallen. Ik heb dus echt 2 dagen niet geslapen. Ik heb een drankje gekocht. Ik vond het best wel duur. Het is 3 euro. Voor 1 keer. En het heet Snooze. Snooze. Sweet Dreams Happy Days. Natural Sleep Drink. Je had regular en strong. Ik durfde geen strong te nemen. Dus je hebt een kans dat dit niet gaat werken bij mij. Maar je moet het 30 minuten voor het slapen innemen. Dat ga ik nu doen. En het heeft water, suiker, passiebloemenextract, citroenmelisse-extract, baldrian wortel-extract. Oh, dat is valeriaan. Ja, saure regulator, lindenbloedenextract, peppermint-extract, hoppenaroma, Californische moon-extract en hoppenextract. En als ik, toen ik met Ruben ging, nam ik wel zo'n slaappil. En dan kwam ik echt na een uur als zombie de kamer in bij hem. En dan zei ik, ik moet morgen naar stage. Ik heb nog niet geslapen. Dan was ik helemaal in paniek. Maar goed, die vorige nacht was zo rampzalig dat ik het wel aandurf. Dus ik ga het nu even proeven. Ja, het ruikt gewoon valeriaan. Ik denk valeriaan met water, suiker en heel veel rustgevende kruiden, denk ik. Oh ja, het smaakt heel lekker. Pepermunt. Laten we hopen dat het werkt. Oh, het gouden masker van gisteren had ik er afgehaald. Want ik vond het echt totaal arilex. Dus die heb ik niet voor jullie kunnen reviewen. Nou jongens, daar gaan we. Het is 9:05. En om 9:30 gaat er dus een perfecte aansluiting naar Oranienburg. Waar Sachsenhausen zit. Ik zei gisteren tegen papa, we moeten echt naar Sachsenhausen gaan. Het is echt een regenachtige donkere dag ook nog eens. Dan zit je 3 kwartier in de trein. En het lijkt me dus echt... Ja... Lijkt me dus echt zo zonde als we daar naartoe gaan, want anders zouden we naar de muur gaan. Dat heb je zo gezien en dan, dit is echt een dagbesteding. En we hadden natuurlijk een uurtje extra vannacht. Dus we hebben echt wel, nou, papa heeft de slechtste nacht gehad. Ik zie er vet mooi uit, maar ik heb wel echt beter geslapen. Misschien door het drankje. Ik heb, terwijl als ik sliep, sliep ik heel diep. Alleen, was wel vaak wakker, maar dat zeg ik altijd. En nu gaan we de koffers even afgeven en dan ontbijtje halen en naar de trein lopen. En dan 3 kwartier in de trein en dan naar Sachsenhausen. Nou, het is echt super chill in de trein. Hij is echt vrijwel helemaal leeg de hele tijd al. Ik moet heel chill zitten. Dus ik heb hier gewoon lekker die leuke foto van voor het hotel eventjes online gezet. Wat is het lekker een beetje iets te kijken. Echt vet chill. Dus ik vind het echt een perfecte dag voor Sachsenhausen. Want ja, het regent een beetje, dus... Gisteren had ik het echt jammer gevonden als we zo lang in de trein hadden gezeten. En nu vind ik het helemaal prima. En op zich past het ook wel een beetje bij de sfeer. Dat het zo weer is. Papa is er dus nog nooit geweest en ik dus met school. Maar ik herinner me er best wel veel van, dus ik ben heel benieuwd. Dus. Oké, we zijn er. Nou, de buurt. Ik zou tegen papa, ja. Laat jij eerst het is ver reizen, maar je komt hier anders niet. Want het is hier, Oranjeburg is geen mooie plaats of zo. Dus ik ben echt blij dat we er naartoe zijn gegaan. Dit is het. Ze noemen het dus Gedenkstätte, maar ja, het is gewoon echt wel heel erg hoe het was. Je kunt dus echt helemaal depri worden als je hier bent geweest. Maar ik vind dat wel heel goed om dat te zien. Het is hierachter. Ik vlog niet echt veel, omdat ik... Ik weet niet of mensen het wel zo prettig vinden. Dus ik heb wel een paar foto's op mijn Instagram gezet. Maar het is echt enorm hier. Hier werden ze dus soort van afgezonderd van die muur hier. En hier werden dus achter elkaar mensen gefusilleerd. En als je dus bijvoorbeeld weigerde om te gaan werken, dan moest je dus hier, werd je hier doodgeknald.
hier staat dus niet, hier kan je geen audio luisteren. Jammer dat het er hier niet bij staat, hè? Ik zal er wel bij staan, denk ik. Kijk maar. Waar dan? Oh. Fundamenten. Zij hebben wel iets wat ze luisteren. Wat is de nummer? Dit is het crematorium. Ja, de verbrandingsovens zijn dit. Dit is het crematorium. Dit herinner ik me nog van toen ik hier met school was. Door de goten stroomde dan het bloed weg. Hierachter werd dus verbrand en doodgeschoten. En dat is echt afgesloten met zo'n muur. En hier werd dus, had je echt de barakken en hier werd er gewerkt. Het is echt zo'n verhaal over dat er dan kinderen... daar zijn we nog niet echt geweest volgens mij. Ja, we waren wel bij het ziekenhuisgedeelte geweest, maar dat er experimenten werden gedaan. Leverpuncties en zo, zonder verdoving bij kinderen. Dus de zieke kinderen gingen infecteren om te kijken wat er gebeurde en zo. Echt de ziekste verhalen. Oké, we gaan over een uur weg. We zijn nu weer in het Hilton en we gaan even hier chillen. We zitten nu hier. Even zo omkleden nog, dat soort dingen. Wel heel chill hier. Laatste metroritje. Er wordt Schumacher plaats dan de bus en dan zijn we er. Laatste Starbucks. We zitten hier. Hi Jude. We zitten in Stuttgart. Het is bloedheet. En papa heeft nog even een leuk foto gemaakt buiten. Hij is echt vet leuk geworden. En we zijn best wel moe. Ik dacht dus ik ga een on the go opnemen hier. Met de sandwich die we krijgen bij de KLM. Maar het is gewoon een broodje kaas. Dus dat is een beetje... Dat ga ik niet testen. Maar we hebben een broodje kaas. Heel klein. Een koekje en water. En dit. Maar ja, weten we niet. Nou, ik ben weer thuis hier jongens. Het is 9 over 9. Fantastisch. Lekker haar wassen. Beetje koffer uitruimen. Mama heeft ons lekker opgehaald. Papa heeft even me geholpen. De koffer naar boven te tillen en Wolly. Dat is echt top. Het is echt eigenlijk bizar gewoon als je 4 dagen met je vader bent. Elk kleine irritatiepuntje dat ik had, heb ik direct uitgesproken. En dat is eigenlijk zo weinig. Het is eigenlijk best wel bijzonder dat je het zo goed met elkaar kunt vinden. Dat het zo chill was. Hij zegt ook, ik vond het echt fantastisch. Het was zo leuk. Dus ik zei meteen tegen mama, wij moeten ook een keer zoiets doen. Echt heel waardevol. We vonden het allebei heel erg leuk. En Wolly is zo goed verzorgd. En ja, mijn moeder weet natuurlijk gewoon exact hoe je met vogels om moet gaan. Want ik ben door haar weet ik hoe ik met vogels om moet gaan. Dus Wolly is nu ook natuurlijk heel kort weg geweest. Maar hij is helemaal chill. Dus ik hoop dat ik niet zoals na de zomervakantie weer 2 maanden nodig heb om hem normaal te krijgen. Volgens mij is hij gewoon... Ja, mama en ik doen exact hetzelfde. We hebben ook dezelfde stem. Dus volgens mij is Wolly helemaal... is hij zo weer geacclimatiseerd nu al. En hij is heel dik. Nou... Ik heb 2 foto's op Instagram geplaatst vandaag. Ik ben dus heel bang dat ik heel veel ben aangekomen. Ik wil me eigenlijk vandaag niet wegen. Maar ergens wil ik het weer wel doen. Oh my god, dit staat zo mooi. Het lijkt me logisch dat ik 2 kilo ben aangekomen. Aangezien we echt wel... Ja, ik eet normaal dus koolhydraatverlaagd brood. En 's avonds groenten met bonen. Soms wat vlees. Dus ik moet wel aangekomen zijn. Maar aan de andere kant zet ik echt 15.000 stappen per dag. En normaal echt 3.000. Dus ja... Zelf compliment over de broek. Maar en de blouse heb ik dus in bij de Zara gekocht. Er komt een DM-shoplog. Er komt geen kledingshoplog, denk ik. Ik zal gewoon wel vertellen wat ik, als ik iets nieuws in heb, dat het van de Zara is. Ik had mama nog gevraagd of ze voor mij lekker wat wilde halen voor morgen. In het vliegtuig had ik een extra broodje gevraagd. Dus ik heb nu genoeg avond gegeten. Dit is mijn brood voor morgen. Morgen begint het leven weer met het weinig eten. Maar ik vind het helemaal prima, want ik heb optimaal genoten. En niet te veel gesnackt, maar wel echt heel lekker genoten. Wel slankie. Ze zeiden tegen mama dat slankie niet meer bestaat. Het is gewoon Milner slankie. En ze heeft 3 gouden kiwis voor me gehaald. En biologische volle melk. Nou, dat is alles wat ik nodig heb op een werkdag. Dus dat is helemaal fantastisch. En ze had een strijkbout voor me neergezet. Want die hebben zij over. Dus dan kan ik ook eens een keer mijn kleding strijken. Dat is ook belangrijk. En
dus eigenlijk mijn vuilniszak nog weggooien. Gelukkig had ik hem dichtgeknoopt voor ik wegging. Ja, het was super. Oeh, hallo. Het was super, super, super leuk. Berlijn is een fantastische stad. Volgende keer zou ik misschien met de trein gaan. Want ook al is het langer reizen, dan ben je wel minder aan het wachten continu. Want nu is het zo kort vliegen, maar in verhouding zoveel eromheen. En ja, ik wil zeker weer een keer met papa op vakantie, want het was geweldig. Dus dan ga ik de weekvlog hier weer afsluiten. Ik hoop dat je me super leuk vond en je duimpje omhoog hebt gedaan en een leuke reactie hebt achtergelaten. En dat je wat aan de Berlijnbeelden hebt gehad. En dan zie ik jullie graag bij een extra video of een nieuwe weekvlog. En check dus echt even mijn Instagram, want ik heb 3 highlights gemaakt. Dus bijna in totaal iets van 300 stories geplaatst van Berlijn. Met heel veel leuke tips. Dus. En daar staat ook heel vaak de locatie bij. En leuke foto's. Oké, doei!